Dit is de eerste video uit een serie waarin we gaan kijken hoe je aandelen kunt waarderen. We hebben het namelijk al vaker gehad over aandelen kopen en kiezen. Nou, voordat je weet welke je kunt kiezen om te gaan kopen, moet je natuurlijk wel weten of de waarde die op dit moment op de beurs wordt betaald reëel is, zeg maar. Of het een eerlijke waarde is, een eerlijk bedrag. En daarvoor gaan we dus het aandeel waarderen. Daar zijn verschillende methodes voor. En vandaar dat dit een reeks van video's zal worden waarin dit het eerste deel is. En in deze video gaan we kijken naar twee waarderingen van Benjamin Graham. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dit nou onderwerpen waar je interesse in hebt? Abonneer je dan op dit kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe je aandelen kunt waarderen volgens de methodes van Benjamin Graham. Nou, wie is Benjamin Graham? Benjamin Graham is een heel erg bekende naam binnen de beleggingswereld. Hij was vroeger docent. Op verschillende scholen en ook daar is bijvoorbeeld Warren Buffett bij hem in de klas komen zitten. Hij is bekend geworden vooral door zijn boeken, waaronder zijn bekendste boek denk ik The Intelligent Investor. En daarin verlegt hij eigenlijk uit hoe zijn methodes en hoe zijn kijk is op investeren. En dan dus vooral op value investing, dus op waarde. Hij wordt dan ook wel de vader van het waarde investeren genoemd, ofwel the father of value investing. En omdat hij zo'n veel bekendheid heeft, beginnen dus eigenlijk ook met deze formules die hij heeft opgebouwd. Hij heeft twee methodes ontwikkeld, die hij ook in die boeken beschrijft, over hoe je snel en eenvoudig eigenlijk een bedrijf kunt waarderen. Nou, de eerste is de Benjamin Graham Formula. Dat is een langere berekening, maar nog steeds wel relatief eenvoudig. En de tweede is het Benjamin Graham Number. Dit is niet letterlijk een nummer, maar daar zit ook een berekening aan vooraf. Maar die is nog een stuk simpeler. En de gedachte hierachter is dat je eigenlijk vrij snel de waarde kunt berekenen van een bedrijf. Hou er wel rekening mee dat eigenlijk beide berekeningen inmiddels al bijna 60 jaar oud zijn. De eerste komt zelfs uit 1962. Dus we houden er ook tijdens de berekeningen rekening mee. En we passen een beetje aan naar de maatstaven van tegenwoordig. Oké, we zitten nu weer op de computer en we gaan natuurlijk gebruik maken van bijvoorbeeld Excel of Google Docs. Omdat je, als je dan op eenmaal een schema opbouwt, je later eenvoudig bijvoorbeeld de bedrijfsnaam aan kunt passen, waardoor de rest van de informatie wordt bijgewerkt. Dan hoef je het niet op papier bijvoorbeeld telkens opnieuw handmatig uit te rekenen. Zoals gezegd ga ik gebruik maken van twee plugins. In dit geval pak ik Google Docs en daar zit Google Finance al ingebouwd. Als je nou Excel hebt, moet je even googlen naar de add-on om dus de informatie van Google Finance in Excel te kunnen verwerken. En de tweede service die ik ga gebruiken is Finbox. Finbox.io zoals ik al zei. Nou, als we dan even gaan kijken naar de website van hem. Je ziet dat ze, als je eenmaal aan bent gemeld, je kunt trouwens een gratis account aanmaken. Je kunt naderhand ook gaan betalen, maar dat is weer wat duurder. Zeker als beginnende investeerder. Kun je best dus met een gratis account. Je kunt dan vaak veel dingen vinden eigenlijk via hun dashboard. Je kunt de fair value, oftewel de eerlijke waarde van een aandeel berekenen hun voor jou. Modellen bekijken, dingen in de gaten houden. Dan gaan we dan naar het dashboard en dan zit bijvoorbeeld bij Alphabet, dus oftewel Google. Dan zie je dat hun eerlijke waardering op $1250 is gebaseerd op basis van 10 modellen. Nou, een van die modellen zou bijvoorbeeld kunnen zijn die van Benjamin Graham. Nou, die staat hier niet tussen. Maar die gaan wij dus behandelen. Ook andere modellen die hier misschien tussen staan komen in volgende video's voorbij. En hier links zie je de echte waarde, waardoor je dus ziet dat er bijna 17% upside is. Oftewel, er is misschien wel te laag gewaardeerd op dit moment. Dus er is een mogelijkheid om geld te verdienen in dit aandeel. Je kunt dit dus doen via het dashboard van hun. Maar ik kies ervoor om het zelf in Excel te doen, omdat ik wat dingen aan kan passen. En zeker voor de toekomst meer modellen die bij mij passen, zeg maar, toe gaan passen. In plaats van diegenen die bij hun passen. Dus gaan we dan bijvoorbeeld naar mijn Excel-bestand op Google Docs. Aandelen waarderen heb ik het genoemd. Dan zie je dat ik tot nu toe twee formules of methodes heb toegevoegd. Dat zijn degenen die we vandaag gaan bespreken. De Ben Graham Formula en de Benjamin Graham Number. Je ziet dat de waarderingen zijn volgens die formules. Dit is het overzicht, zeg maar. En dat aangezien bijvoorbeeld Microsoft nu op bijna $105 is gewaardeerd, zit er volgens de ene methode potentie in en de andere zegt hij dat die overgewaardeerd is. Nou, hoe dit gaat komen zien we dadelijk al in de berekening. Ik heb het zo ontworpen dat ik hier bij het tickersymbool dus de afkorting van het aandeel aan kan geven. Als ik dat nou aanpas naar bijvoorbeeld, aangezien we dadelijk ook over Warren Buffett gaan hebben, een van zijn favorieten is Coca-Cola, voeg ik KO in.
Nou, gaat op de achtergrond die plugin van bijvoorbeeld Finbox of Google Finance werken. En die werkt dan alle informatie bij. Je ziet dat het aandeel bijna $47,50 waard is. Dit is de laatste 30 dagen het koersverloop heb ik ingevoerd. De naam, en je ziet dat de getallen worden geüpdate. Nou, volgens Benjamin Graham is dit aandeel overgewaardeerd. Gaan we dan naar onderen, naar het tabblad Ben Graham. Dan zien we de formule, maar dan dus uitgewerkt. En die gaan we dus in deze video behandelen. Nou, in dit tabblad zie je dus direct eigenlijk een overzicht van hoe de formule wordt berekend. Kijken we naar de Benjamin Graham formula. Die maakt op basis van verschillende informatie maakt hij een berekening. De eerste daarvan is de EPS, oftewel de earnings per share of winst per aandeel. Nou, hoe bereken je winst per aandeel? Dat doe je door de netto winst te delen door het aantal aandelen dat eruit staat. Nou, de netto winst in miljarden van Coca-Cola is 2,8 miljard. Nou, als je hierop klikt, dan zie je dat hij de informatie hier via Finbox haalt. En bijvoorbeeld het aantal aandelen haalt hij uit Google Finance. Het aantal aandelen van dat bedrijf. Gedeeld door zoveel, omdat dan overeenkomt met de miljarden van de aandelen, van de winst, zo moet ik het zeggen. Komt dus op 66 cent winst per aandeel op dit moment uit. Het volgende onderdeel van zijn formule, zoals gezegd, hij is in 1962 ontworpen en we moeten hem dus een beetje aanpassen naar de huidige tijd. Hij ging er toen vanuit dat obligaties, ja, AAA-obligaties van bedrijven, is eigenlijk, aangezien obligaties zijn, het risico bijna nul is en je daar op dat moment 4,4% rendement op maakte. Dat wil je eigenlijk als basis gebruiken, omdat je, ook al neem je best eigenlijk geen risico, dan heb je al 4,4%. En je wil natuurlijk wel rekening mee houden, want als je iets meer rekening, of iets meer risico gaat nemen, wil je ook meer rendement. Nou, hoeveel is op dit moment de rente op dat soort obligaties? Nou, die is rond de 3,6%. Rekenen we dat dus mee, dan moeten we straks met een factor van 1,22 gaan werken om die, ja, verschillen, zeg maar, een correctie erop te maken. Het volgende onderdeel van deze formule is eigenlijk de groei. Dus we hadden al het rendement per aandeel, het winst per aandeel. En het volgende belangrijke is de groei die verwacht wordt. Deze informatie kun je ook gewoon via Finbox vinden. En die haalt het dan uit verschillende bronnen, zeg maar. Wat analisten verwachten in de komende jaren. Wat het bedrijf opgeeft voor verwachtingen, dat soort dingen. Nou, de jaarlijkse groei in omzet, die is verwacht op 3,1. De jaarlijkse EBITDA, dat is zeg maar voor belasting, dat soort dingen. Voor de komende 5 jaar op gemiddeld 10, gemiddeld 11. De netto winst voor de komende jaren wordt verwacht op meer dan 50% groei. Nou, omdat dit allemaal verschillende dingen zijn, pakken we daar een gemiddelde uit. Dus dit is gewoon het gemiddelde van deze 4. Komt uit op een verwachte groei van gemiddeld 20%. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen die we nodig hebben in de berekening. In ieder geval de variabele dingen, omdat de rest van de formule eigenlijk vaststaat. Ik zal op dit moment even de formule in beeld plakken, zodat je kunt zien hoe de formule er eigenlijk uitziet. En die informatie die dus onbekend is op dit moment, gaan we dus via dit Excel document berekenen. Dan passen we deze formule dus toe en dan hebben we de volgende gegevens nodig. De EPS, nou, die hebben we berekend, 66 cent. Het standaard PE ratio, dat is price to earnings, oftewel hoeveel keer de verdiensten van een aandeel wordt er betaald voor een aandeel. Dit vond hij belangrijk dat het op dat moment niet hoger lag dan 8,5, omdat je dus wat eerlijker gewaardeerd, zo laat ik het zeggen. Als het naarmate het bedrag of het getal hoger wordt, dus eigenlijk dus betaal je bijvoorbeeld bij Netflix misschien wel 200 keer de winst voor een aandeel. Dat is alles gericht op de toekomst. Hij was echt value investor, dus hij gaat echt kijken naar de echte waarde van het bedrijf. En zeker vroeger, toen je nog geen techbedrijven had, was dat veel makkelijker te berekenen en veel conservatiever. Dus we gaan uit van 8,5. Dat is ook weer zoiets, dat is standaard. Dus je wilt niet vaak veel hoger gaan, omdat je dan meer risico loopt. Je wil vaak echt zekerheid eigenlijk inbouwen. Nou, die groei nemen we mee. Die hadden we van tevoren hierboven al berekend. En de factor van de obligatie, aangezien je dus op dat soort dingen standaard rendement nu al 3,6% haalt. Dan kom je uit volgens deze formule op $40 wat die volgens hem waard is. Nou, dat is 16% minder dan het op dit moment is, want op dit moment is het de $47,50. En die koersen of die informatie vind je dus ook weer terug in het overzicht aan de voorpagina. Nou, is Coca-Cola zo'n bedrijf, het is geen techbedrijf.
Het heeft vooral ja, echt passiva of activa, zo moet ik zeggen, sorry. Dus het heeft gebouwen, het heeft machines, het heeft inventaris. Het zou heel anders kunnen zijn bij bijvoorbeeld Facebook, Apple iets minder, maar Netflix bijvoorbeeld zoiets. Die hebben juist veel meer van hun waarde zit eigenlijk niet in activa. Ze hebben niet heel veel servers staan, want die huren ze bij Amazon. Eigenlijk de waarde van Netflix komt er eigenlijk vanuit hun software en hun aanbod. Dat is daarom ook een belangrijk punt dat je bijvoorbeeld bij deze formule vaak niet op nieuwe bedrijven kunt toepassen. Zoals Facebook, Tesla, die maakt nog geen winst. Ook omdat je dus geen winst hebt, kun je deze formule niet gebruiken. Deze formule gebruik je dus eigenlijk voor de wat grotere, wat oudere bedrijven, wat meer traditioneel. Denk je bij bijvoorbeeld aan dingen in huishoudartikelen of in auto's, voor autobedrijven, dat soort dingen. Maar niet zozeer techbedrijven, daar zijn we andere methodes voor om die te waarderen. Die gaan we dus in de volgende methode, in de volgende video toepassen. Andere dingen waar je op moet letten is dat natuurlijk deze methode vroeger is ontworpen. En dat hij eigenlijk wel, aangezien hij echt voor value investing ging, hij was wat conservatiever eigenlijk met zijn cijfers. Hij wilde liever wat minder betalen dan wat meer. Dus daarom moet je eigenlijk dit soort getallen eigenlijk als een bovengrens zien. Dus wanneer je een aandeel waardeert, neem je dit mee. Maar daarom is het het beste om dit bijvoorbeeld mee te nemen, maar ook op basis van andere methodes. En daar een gemiddelde van te maken, waarop je een beter gemiddelde en dus een betere waardering komt. Nou, zoals gezegd heeft hij behalve deze formule ook nog een nummer gemaakt. De Benjamin Graham number. Daarin bereken hij eigenlijk nog simpeler wat een bedrijf waard was. Dat kon je letterlijk op de achterkant van een bierviltje zeg maar doen. Dus kijken we even naar de volgende, het number. Daar maakt hij ook wederom gebruik van de earnings per share, oftewel de winst per aandeel. Maar dan pakt hij niet alleen het huidige jaar, maar pakt hij het gemiddelde van het afgelopen jaar, dit jaar en de verwachting van komend jaar. Nou, bij Coca-Cola was dit jaar dus het huidige boekjaar 73 cent. Afgelopen jaar dat. En komende jaar wordt verwacht dat ze 2 doen. Dan zul je zien dat meestal winsten per aandelen zullen toenemen. Maar dat is in dit geval niet. En zeker de winstuitkering neemt vaak door dividend. Maar daar komt een gemiddelde uit van $1,44. Vervolgens keek je ook naar de boekwaarde van het bedrijf. Dus wat is het bedrijf echt op papier waard? En dus niet de waarde die op de beurs wordt betaald. Nou, daarvoor kijken we naar gewoon het equity, eigenlijk de boekwaarde volgens de jaarrekening. Nou, die is zeg maar 20 miljard in dit geval. Hoeveel aandelen zijn er? Nou, die zijn al 4,2 miljard. Waardoor het waarde per aandeel, dus elk aandeel heeft in principe een gedeelte van het bedrijf, die waarde, die zit dan op 4,74 in dollars. Nou, die informatie gaan we ook weer gebruiken in de berekening van het number van hem. Hij wilde altijd bedrijven met een maximum EPS van 15. Omdat, hoe hoger, hoe meer risico. En daar hield hij niet van. Hij was, zoals gezegd, value investing. En liever wat aan de lage kant zitten, maar wel op de eerlijke kant. De maximum boekwaarde waar hij altijd rekening mee hield, was 1,5. Oftewel, een bedrijf is in het echt 100 miljoen waard, noem maar iets. Dan mag het op de beurs niet meer dan 150 miljoen waard zijn of gewaardeerd worden. Want anders is het waarschijnlijk overgewaardeerd ten opzichte van wat er echt aan waarde in het bedrijf zit. Dus die formule nemen we ook weer mee. Of dat getal nemen we ook weer mee in deze formule. De gemiddelde EPS van het afgelopen jaar, huidige jaar en komende jaar is 1,4. De waarde per aandeel is dat. En in de formule volgens Benjamin Graham, ik zal hem ook weer even in beeld plakken. Dit is de formule zoals hij hem toen heeft opgesteld. En houden we dan weer rekening mee dat dit zoveel 30, 40 jaar geleden is. Tot inmiddels zijn bedrijven anders, maar je kunt deze formule nog steeds gebruiken. Maar doe het dan op de wat meer traditionele bedrijven. Dan kom je uit op in dit geval $12,40 bijna. Volgens deze methode. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat Coca-Cola in het huidige boekjaar gewoon weinig winst per aandeel heeft. Waardoor de verhoudingen wat minder zijn. En zou je in principe volgens zijn berekening op dit moment dus eigenlijk 75% bijna te veel betalen voor het aandeel ten opzichte van wat hij berekent dat de echte waarde is. Nou, zoals gezegd is Coca-Cola nog wel een conservatief bedrijf, traditioneel bedrijf. Je kunt nagaan dat bij andere bedrijven de waardering heel anders zou zijn. Als je bijvoorbeeld Amazon pakt, even kijken wat hij daar doet. Of je het berekend krijgt, omdat er winst is. Ja. Je ziet hier bijvoorbeeld bij het number dat het heel erg afwijkt, omdat natuurlijk een methode is die 40 jaar geleden is ontwikkeld door hem en die nu wordt toegepast op een bedrijf wat juist groei laat zien van 50% per jaar. Dat is heel ongekend eigenlijk.
Zeker in zijn tijd. Dus het is misschien niet de beste methode voor huidige bedrijven, voor nieuwe bedrijven, maar zeker wel voor andere bedrijven. En je kunt deze dus ook goed combineren met andere methodes. Als we nog kijken naar zo'n Benjamin Graham number, dan zijn er nog een paar opmerkingen hierbij te maken. Ten eerste moet je als bedrijf zijnde winst maken. Als je dat niet doet, dan zul je dus ook geen winst maken en dus ook niet dit in kunnen vullen, waardoor de formule niet werkt. Het tweede is dat hij geen rekening houdt met de groei. Hij pakt eigenlijk alleen de winst van de laatste jaren, maar hij houdt verder geen rekening met de groei zoals het getal of de formule hierboven wel deed. En ten derde, zoals gezegd, techbedrijven kun je hier vaak niet berekenen, omdat dat soort dingen zoals waarschijnlijk Facebook of Amazon, die hebben niet veel activa, die kunnen letterlijk vanaf een zolderkamer gestart zijn. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld Coca-Cola, die heeft machines nodig, daar zitten veel meer activa in het bedrijf aanwezig en op basis daarvan is deze formule eigenlijk gemaakt. En dus niet op basis van de huidige dingen met de technologie van vandaag. Dus dat zijn eigenlijk drie punten waar je op moet letten bij deze dingen. Nou zijn de cijfers in dit formulier, zeg maar in het rood, die kun je aanpassen. Dat zijn eigenlijk de vaste dingen in de formule. Dit is eigenlijk gebaseerd op hoe het vroeger was. Die kun je dus aanpassen naar de huidige dingen. Maar ook de EPS, die vroeger 15 was, die zou bijvoorbeeld op dit moment, zou je ze kunnen zeggen, 25 is een redelijk goed gemiddelde. En de maximale boekwaarde zou je misschien ook door inflatie en dat soort dingen bij kunnen werken naar 3. Maar daardoor wordt eigenlijk de formule alleen maar het verschil groter in dit geval. Pakken we misschien weer even Coca-Cola. En kijken we even hoe het dan gaat zijn. Of het verschil dan groter wordt. Nee, dan wordt het kleiner omdat het iets realistischer is met de huidige situatie ten opzichte van vroeger. Maar zoals gezegd, dit is natuurlijk niet de meest ideale formule. Wel een heel erg belangrijke en een heel erg makkelijke ook. Die je kunt gebruiken. En zeker omdat het is gemaakt door iemand met heel veel verstand ervan. Als we gaan kijken, een van zijn studenten was Warren Buffett. Die ging speciaal naar die school toe om bij hem in de klas te zitten nadat hij zijn boek had gelezen. Nou, we weten allemaal dat Warren Buffett inmiddels in de top 3 van rijkste mensen ter wereld staat. Met volgens mij ergens rond de 90 miljard dollar die hij heeft verdiend. Alleen maar met investeren. Hij is ook iemand die altijd value investing doet. Dus hij gaat echt naar de waarde. Niet speculeren op aandelen, maar echt kijken welke waarde zit erin en welke groei kan ik daaruit halen en welke winst is op lange termijn. Als je echt naar lange termijn gaat kijken, dan zijn dit soort dingen, deze formule wel van toepassing. Maar zoals gezegd, we gaan nog meer methodes behandelen in de volgende video's. En dan kunnen we deze gewoon meenemen in een gemiddelde. En op basis van bijvoorbeeld Coca-Cola kunnen we deze wel gebruiken. Gaan we nou een aandeel als Tesla gebruiken die geen winst maakt en die groei laat zien van 100% per jaar. Dan kunnen we hem niet gebruiken, maar dan gebruiken we andere voor. Maar dat ga ik allemaal in de volgende video laten zien. Tot zover het eerste deel uit deze serie waarin we aandelen gaan waarderen. We hebben dus nu al 2 methodes gehad. We gaan in dit Excel-bestand dan ook de volgende keer gewoon verder met een nieuw tabblad, met een nieuwe berekening. En ja, naarmate we dus deze video's maken, krijgen we steeds meer berekeningen. Zoals je misschien al hebt gemerkt in deze video, sommige van deze berekeningen bijvoorbeeld, die zijn niet zo van toepassing op zeg maar nieuwe bedrijven zoals Facebook of Tesla. Dus die kunnen we dan bijvoorbeeld bij dat soort bedrijven niet gaan gebruiken. We kunnen ze wel gaan gebruiken bij wat oudere bedrijven die nog een meer traditioneel bedrijfsmodel hebben en ook groei, want dat is heel erg belangrijk. Dus daar gaan we andere methodes voor gebruiken. Nou, die gaan we dus in de volgende video's gaan behandelen. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook in de reacties onder deze video weten waarom je dat vond. Heb je nog vragen of opmerkingen of suggesties? Laat dat ook weten onder de video in de reacties. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.